waarde astronomen, astronomie geïnteresseerden. Wij gaan een verhaaltje vertellen over het planetarium Zuilenburg, wat huist in het huis hier achter ons. Adrie Warmenhoven is de grote startende lachende partij geweest bij dit project, want die geloofde niet dat wij dat konden. En het project is ontstaan, de gedachte voor het project is ontstaan in het planetarium van IJzer-IJzerGiga, alwaar Adrie conservator-directeur is. Adrie heeft vaak mensen horen praten over het bouwen van een planetarium. En we hebben informatie opgevraagd bij Adrie en die heeft hij ook altijd gewoon ruimhartig gegeven. Maar op een gegeven moment was het planetarium op een punt waarop ik Adrie ook wat foto's kon laten zien. En ja, toen heeft hij zich toch 180 graden moeten draaien om toch toe te geven dat het planetarium heel erg op de goede weg is. Ik geef het woord even aan Adrie. Want hij blijft natuurlijk met afstand voorop lopen met de parate kennis over het universum en het planetarium. Dus die eer die gun ik hem graag. Adrie, dankjewel. Ja, ik ben directeur-conservator van het IJzer-IJzerGiga Planetarium in Franeker. Gebouwd tussen 1774 en 1781. Gebouwd door een wolkamer in zijn woonkamer. En sinds de eerste dag in 1781 komen de mensen op bezoek. En het unieke van dat planetarium is dat het tot op de dag van vandaag beweegt. Alle planeten bewegen volgens werkelijkheid. Er is informatie over de dag, het jaar, de schijngestalte van de maan, etc. En zo kwam ook een jaar of 15 geleden Bert met een aantal mensen op bezoek. Die dus ook zei van dan ga ik thuis bouwen. En ja, Bert heeft het waargemaakt. En we hebben niet ik, maar gewoon samen met de 10 mensen. Ja. Klokkenmaker Pieter Ruiter. Een houtbewerker Albert Hogendoorn. Ja. En Jacques Lagerwijn, niet te vergeten. Met elkaar hebben ze dat planetarium vormgegeven. En sindsdien hebben wij een mooie samenwerking. Ja. Waarbij stukken collectie van Bert in Franeker te zien is. Waar wij ook Bert ondersteunen in het planetarium naar buiten toe brengen. Het is prachtig om nu aan u het planetarium van Zuilenburg te laten zien. En met alle plezier zal ik de werking van het planetarium zo dadelijk aan u uitleggen. IJzer-IJzerGiga heeft zijn planetarium gebouwd in de 18e eeuw in zijn woonkamer. Dat was een grote kamer waar hij met een belangrijke schaal het toen bekende zonnestelsel in beeld kon brengen. Bert Degenaar heeft zijn planetarium gebouwd in een van de voorkamers van zijn huis. De kamer is minder groot dan de woonkamer van IJzerGiga. Dus is er een keuze gemaakt om niet de planeten tot en met Saturnus te laten zien, maar te eindigen bij Mars. Dus het binnengedeelte van ons zonnestelsel. Het grote voordeel is dat je dan meer kan laten zien. De afstand tussen de planeten is dan groter. Nou ja, het formaat van de kamer was kleiner. En daardoor hebben we daarvoor gekozen. Maar achteraf hebben we er eigenlijk wel spijt van dat we niet een grotere kamer genomen hebben waar we dus alles konden laten zien. Ik ben nu even je plaatje aan het poetsen, Adrie. Ja, we gaven buiten al aan dat Bert zijn planetarium in mei 2009 geopend is. In Franeker speelde aanwijsstok een enorme belangrijke rol. Al die mensen die daar op bezoek komen van ons uitleg krijgen bij dat planetarium van IJzerGiga. Ja, dan moeten de verschillende functies worden aangewezen. Het is een plafondplanetarium, dus het is allemaal buiten je rijkwijdte aan het plafond. Dus een stok is van belang om de verschillende onderdelen aan te wijzen. Toen Bert zijn planetarium opende, was voor mij het welkomstcadeau vanuit het planetarium in Franeker heel duidelijk. Namelijk een aanwijsstok aan de stok van IJzerGiga. En wat staat erop? Daar staat op. Aangeboden aan B. Degenaar bij de opening van Planetarium Zuilenburg door A. Warmenhoven. Directeur-conservator van het planetarium IJzer-IJzerGiga. En dan wel op 19 mei 2009. En eigenlijk is die datum speciaal gekozen als knipoog naar de datum waar ook het planetarium IJzer-IJzerGiga in gebruik genomen is. Dus we zijn ook allebei op dezelfde dag jarig. Ja. Ik maak Adrie bij deze directeur-conservator van het planetarium voor één dag. Ja, dankjewel. Ja. Hier in de kamer zien we dus de weergave van het zonnestelsel tot en met de planeet Mars. Want door de makers van Zuilenburg is ervoor gekozen om bij Mars te eindigen, omdat het anders veel te klein zou worden. In Franeker zien we de planeten tot en met Saturnus. Dat was in de 18e eeuw toen IJzerGiga zijn planetarium bouwde, de vers bekende planeet Saturnus. Pas later zijn daar de planeten Uranus, Neptunus en Pluto ontdekt. Nou, Pluto is tegenwoordig geen planeet meer,
Want er is een aantal jaar geleden in een conferentie besloten dat hij gedegradeerd moest worden van volwaardige planeet naar ijsdwerg. En hier is dus gekozen voor de planeten tot en met Mars. En in het centrum van het plafond zien we onze eigen zon. Een ster die licht en warmte geeft. En planeten zijn hemellichamen die om een ster, om een zon heen draaien. En de eerste planeet die we hier zien is de planeet Mercurius. Maar in werkelijkheid draait Mercurius in 88 dagen rond de zon. En het mooie is dat het hier in Planetarium Zuilenburg ook gebeurt. Dus ook hier zien we de planeet Mercurius in 88 dagen rond de zon gaan. Vervolgens Venus, die doet er 3 keer zo lang over. 225 dagen. Dan hebben we onze eigen aarde. Nou, daar weten we van dat die er een jaar over doet. Dus ons jaar is de tijd die de aarde nodig heeft om rond de zon te draaien. En vlakbij de aarde zien we nog een ander hemellichaam, dat is de maan. En de maan is een hemellichaam wat om een planeet heen draait. En omdat de aarde maar 1 maan heeft, hebben we maan genoemd. En hij draait om de aarde in 1 maand tijd. En daar komt ook weer het woord maand vandaan. En hier in het planetarium zien we een heel mooie technische toepassing die ervoor zorgt dat met 3 tandwielen die maan in precies de juiste tijd om de aarde heen draait. En de 4e en tevens ook laatste planeet is de planeet Mars. Hier nog zonder manen. De manen van Mars zijn pas later ontdekt. En Mars draait in een kleine 2 jaar rond de zon. En zou hier andere planeten zichtbaar zijn? Jupiter 12 jaar, Saturnus bijna 30 jaar. En mocht Pluto nog een planeet zijn, dan heeft hij 250 jaar nodig om 1 keer rond de zon te draaien. Dat geeft aan hoe ongelooflijk lang sommige planeten erover doen. Wat we nog meer zien hier aan het plafond, is aan de buitenste ring de datumwijzer. Dat is een wijzer die rondgaat in exact 1 jaar tijd en daarbij dus elke dag de juiste datum aangeeft. Dat niet alleen, aan de binnenkant geeft hij ook de positie van de zon in de dierenriem aan. Want als wij met de aarde rond de zon draaien, lijkt het alsof de zon om ons draait. En dat gebied waar de zon doorheen beweegt, dat zijn de 12 sterrenbeelden van de dierenriem. En we staan hier nu in het planetarium eind januari en dan zien we ook dat hij in het sterrenbeeld Capricornus, oftewel steenbok, staat. En de volgende maand beweegt hij naar Aquarius, Waterman, Vissen, Ram en zo verder. We kunnen die datumwijzer ook nog gebruiken om exact de lengte van de dag te bekijken. Want iedereen weet dat het in de zomer de dagen langer duren, de zon ook hoger staat. Terwijl in de winter, als de zon laag staat, ja, de dagen heel kort zijn. De zon komt laat op, maakt maar een korte dagboog, heeft een lage positie in het zuiden om weer vroeg in het westen onder te gaan. Nou, je kan het exact aflezen hier in het planetarium door vanaf die datumwijzer het lijntje naar de zijkant te volgen. En dan zie je exact de hoogte van de zon boven of beneden de hemel evenaar. In de winter heeft hij een zuidendeclinatie, zo wordt die hoek genoemd. Op 21 december heeft hij zijn laagste positie. De winter begint, maar op dat moment beginnen de dagen alweer te lengen. Dat effect kennen we ook wel. De winter begint, de dagen worden al langer. En dat zien we hier ook gebeuren. Sindsdien lopen de dagen worden langer. De zon komt steeds hoger aan de hemel. Tot rond 21 maart hij precies boven de evenaar staat. De lente begint en dat punt wordt ook het lentepunt genoemd. Declinatie 0. En vanaf die dag, als de lente begint, gaat de zon vanaf het zuidelijke halfrond op het noordelijke halfrond bewegen. Tot die zo rond 21 juni zijn hoogste punt bereikt heeft. De langste dag. De zon komt heel vroeg op, bereikt zijn hoogste punt in het zuiden om weer laat in het westen onder te gaan. En terwijl de zomer begint, worden de dagen alweer korter. Dat zien we ook in het planetarium gebeuren, want na 21 juni komt de zon weer steeds lager te staan om rond 22 september wederom weer boven de evenaar te staan. En vanaf dat moment gaat hij op het zuidelijke halfrond bewegen. De dagen worden alsmaar korter tot hij zijn diepste punt, zijn laagste punt weer bereikt heeft op 21 december. Naast de planeten en dit soort verschijnselen zijn er nog een 3-tal andere uurwerken opgenomen. Aan de rechterkant de schijngestalte van de maan. De maan geeft niet zelf licht. Je ziet de maan alleen maar omdat de zon erop schijnt. En terwijl hij om de aarde heen draait, wordt hij dus onder een andere hoek verlicht. Bij volle maan staat de maan recht tegenover de zon, waardoor de zon de hele voorkant van de maan verlicht. Bij nieuwe maan schijnt de zon op de achterkant van de maan. Je ziet dus de donkere, niet verlichte voorkant. Eerste kwartier is de rechterkant verlicht. Laatste kwartier, handig ezelsbruggetje, laatste kwartier is de linkerhelft van de maan verlicht. En hier ook in Planetarium Zuilenburg zien we per dag
exact de juiste schijnkastanten. De klok in het midden geeft de dagen van de week aan. Terwijl we hier staan is het zondag. En deze gaat dus rond in een weektijd. En geeft hier elke dag de juiste dag weer. Maar ook het uur van de dag wordt weergegeven. En in het midden vervolgens een uitsnede waarbij we het juiste jaartal kunnen zien. Terwijl we hier staan is het 2021. Maar aan het eind van het jaar zal door een speciale techniek een jaarplank worden opgestart. Dan gaat een belletje rinkelen en in een korte tijd verschuift de jaarplank naar een nieuw jaartal toe. En de laatste klok die we hier zien geeft de positie van de maanknoop aan. De plek in de dierriem waar een zons- of een maansverduistering plaatsvindt. Deze wijs gaat rond in zo'n 18 jaar. Pak die er ook maar bij. Hier op dit gedeelte van het planetarium zien we het Hemelsplein. En met Hemelsplein wordt bedoeld, wat zie je in dit geval vanuit Oud-Zuilen. Oud-Zuilen is het centrum en we zien dat de sterrenhemel boven Oud-Zuilen. En dan kunnen we ook live zien gebeuren hoe 's ochtends de zon in het oosten opkomt. Zijn hoogste positie in het zuiden bereikt om later weer in het westen onder te gaan. En als de zon in het westen ondergaat en het donker wordt, zien we vervolgens de sterrenhemel van Oud-Zuilen verschijnen. De zon heeft een opkomst in het oosten en ondergang in het westen. In de zomer heeft hij natuurlijk een hele vroege opkomst en een late ondergang. In de winter heeft hij juist een late opkomst en een vroege ondergang. Oftewel, deze wijze van de zonsopkomst en ondergang maken een hele trage ruitenwisselbeweging, zou je kunnen zeggen. Dat zien we ook gebeuren. En uiteindelijk ook een weergave van de tijd. In Franeker lezen de tijd af aan de positie van de zon. Hier is echt een uurwerk opgenomen die de juiste tijd van de dag aangeeft. Nou, dat hele systeem moet natuurlijk in gang gebracht worden. Er zijn die gewichten aangebracht die zowel het uurwerk van de planetariumbeweging brengen als een gewicht voor de planeten. We hebben hier het eenvoudig opwinden van de klok. Net zoals dat we een normale klok opwinden, alleen met dat verschil in een staande klok. Daar zitten de gewichten in de kast. Maar omdat de uitvalhoogte heel belangrijk is voor de tijdsduur van de klok, hebben we heel ingenieus gekozen om hier een kabeltje over het plafond te laten lopen. En dan kom je dus hier op de balk die van 7 dagen terugloopt naar 0. En eigenlijk is deze balk alweer een uurwerk op zich. Want je ziet dat hij 24 uur per dag afneemt in zijn looptijd. Dus daar zou je van kunnen zeggen, dit zijn eigenlijk allemaal uren. En als ik hem nou opdraai hier, dan gaat hij omhoog. Dus nu hebben we 4 dagen. Nou, dan nog 5 dagen. 7 dagen. En daar is hij eigenlijk opgewonden. En dan hebben we nog een extraatje, zie je. Als we nou echt een dagje langer weg willen blijven, nou pakt hij wel 8 dagen. Dat was het opwinden van het uurwerk. Maar dan heb je ook nog de planeten die worden aangedreven door dit gewicht. En dat zakt wat langzamer, dat doet er een paar weken over. En ja, dat is dus op deze manier ook weer opgewonden. En we kunnen straks boven laten zien hoe het mechaniek in elkaar zit en waar dan de energie wegloopt. Dan ga jij uitleggen wat is. Wat is de wat? Wat is dit nou? Ja, hier hebben we dan de hele techniek. En dat ligt hier echt aan ons voeten. Dus waar we net van beneden in de kamer naar boven keken, kijken we nu van boven naar beneden. En zien we exact de aandrijving, de tandwielen. En dat hebben de makers echt perfect gedaan. Want bij ijzergaan wordt alles aangedreven met houten wielen en spijkers. En eigenlijk hebben ze hier die vertaalslag ook gemaakt. Het zijn houten wielen, metalen pinnen. Een belangrijke bijdrage van Sjaak geweest, en dat mag ook echt gezegd worden, Sjaak is een onmisbare schakel geweest in het geheel. Want hij heeft al het grote werk gedaan. Dus hij heeft de wielen gemaakt met een doorsnee van 2 meter. Hè, dit is bijvoorbeeld een wiel. Een doorsnee van 2 meter, dat zijn de dagen, dit is de datum. Ja. Dit is Mars, deze hier. En dan krijg je hier, heb je de aarde en de maan. Ja. Pak deze eens even op A3. Ja.
Op, we nemen hem zo trekken. Ja, ja, omhoog. Ja, verder, verder. Dit is de aarde met de maan hier zo. En nou ja, goed, het staat erbij. Dit is Venus, Mercurius. Ja, de zon die heeft vreemd genoeg, die heeft niks. En dit is het wieltje wat de maan om de aarde laat draaien. Maar als je dus ziet die grote tandwielen en de verdeling daarvan, daar was Sjaak manisch mee bezig. Die kon niet stoppen, dat was fantastisch. Helaas is Sjaak ons ontvallen, maar hij heeft wel wat achtergelaten. En daar zijn wij en zijn familie toch wel enorm trots op, want zonder Sjaak was dit niet tot stand gekomen. Adrie, en dan voordat wij straks weer een jaartje verder zijn, wilde ik jou de korte beschrijving van het planetarium overhandigen. Dankjewel. In het handschrift van Piet. Oh, prachtig. Ook de handleiding voor het afstellen van het planetarium in Zuidenburg. Ja. En al die papiertjes bij elkaar, die hou jij bij het dossier van het planetarium. Ja, een mooi afgerond geheel. Hebben we een mooi afgerond geheel, want na ons is het natuurlijk toch de verantwoordelijkheid voor het IJzeringa planetarium om het verhaaltje hier draaiende te houden. Ja. En Adrie die maakt daar in het museum de nodige voorzieningen voor, had ik begrepen. Dankjewel voor de rondleiding. Alsjeblieft, graag gedaan. En de broodnodige uitleg. We komen daar de komende decennia een stuk verder mee. Hartelijk dank. Nou, fijn dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. Heel veel succes met je planetarium. Dankjewel. Ja.